He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. Nou, we hebben er zelf eigenlijk wel heel leuk en goed op teruggekeken, want het is gewoon een reëel beeld van hoe het bij ons ongeveer in elkaar zit. Ongeveer? Niet alles laten zien? Die man die kan nooit 24 uur per dag met ons mee, 3 jaar aan een stuk. Dus het is zo goed mogelijk weergegeven. Hadden jullie van tevoren nog iets te zeggen over de inhoud van de documentaire? Hebben jullie hem van tevoren gezien en nog dingen aangepast? Ja, we hebben hem van tevoren gezien. Want er zijn mensen die hem van ons hebben gezien. En er is ook wel een discussie over geweest met Joost natuurlijk. Wel niet uitzenden. Maar hij heeft toch zelf zijn zin door kunnen drukken, om het zo maar te zeggen. En dit is wat geworden is. Ja. Is dat wat jullie betreft ook inderdaad het reële beeld? Of is het af en toe nog net iets te geromantiseerd? Nee, het is zeker niet geromantiseerd. Dat vind ik niet, want anders waren die klappen bijvoorbeeld ook niet in voren gekomen. En daarmee doelt Pronk op de pittige openingsscène van de film, waarin een clublid door de leiding tot de orde wordt geroepen. En dat geheel volgens de richtlijnen van de club. Dat was ook om te laten zien dat er orde en discipline heerst binnen jullie club. Ja, zeker. De heerst er zeker bij ons. En daarom is het ook laten zien. En het viel eigenlijk wel mee, een beetje een corrigerende tik. Aan de andere kant laat de documentaire ook emotionele momenten zien. Bijvoorbeeld als een prominent lid naar het graf van zijn moeder gaat, van wie hij de begrafenis heeft moeten missen. Natuurlijk, maar als je dat niet doet, dan ben je aan het romantiseren wat je net zegt. En dat was zeker niet de bedoeling. Niet eerder gaf een beruchte motorclub in Nederland zoveel openheid als nu in deze film One Blood. Nee, ik geloof het niet. En het bleek gisteren wel dat er toch veel mensen naar nieuwsgierig waren. Voorstanders, tegenstanders. Bijna 1 miljoen kijkers. Ja. De tap zat u daar. Tradities en broederschap. Ook daar draait het vooral in deze film om. Ja, klopt. Waarom? Nou, die broederschap, daar staan wij voor. Hè. En de tradities, dus het is een Molukse motorclub, dus dan moet je ook die tradities laten zien, vind ik. Maar One Blood gaat ook criminele activiteiten van een aantal clubleden niet uit de weg. Ja, kijk, overal gebeurt iets natuurlijk. En als je die dingen niet laat zien, we komen toch altijd al heel erg, of meestal negatief in het nieuws. En als je dat nu weg zou laten, dan klopt heel die documentaire ook niet. Nee. Kijk, en het ligt er al aan, vind ik natuurlijk, wat iemand heeft gedaan. En dan is er altijd nog de rechter om iemand te straffen. Er zitten overal boefjes tussen. En net zoals ik al zeg, als ze al gestraft zijn door de rechter, wie zijn wij dan nog om hun nog eens extra te straffen? Ja. Of om niet aan te nemen? Mm-hmm. En als ze door de rechter gestraft zijn, in jullie ogen, om goede redenen, dan kunnen ze het wat de club betreft ook meteen vergeten? Dan kunnen ze het wel vergeten, jazeker. Ja, dat heb je ook gezien in de documentaire. Er is er een die heeft minderjarigen mishandeld. Maar not done. Ook opmerkelijk is dat de camera erbij was op het moment dat Satudare in Duitsland een vergadering had met de bandidos. Het zijn toch dingen die in een member room besproken worden. En om dan een vreemde erbij te laten, dat gebeurt niet dikwijls. Motorclubs waren vroeger vooral gesloten bolwerken. Nu lijkt er meer openheid te komen. Nou, het is een nieuwe generatie, zeg ik al. Zeg maar, nieuwe baas, nieuwe wetten. Zie je het zomaar op die manier. Het is bijna altijd negatief hoe je in beeld komt. Nou hebben ze ook een keer de menselijke kant toch kunnen zien. Ze zijn allemaal mensen. Ja. Net zo goed, alleen wij dragen een jasje.